We hebben een boy en die gaan we naar de kooi lokken. Dat klinkt heel, heel fout, maar je weet waarschijnlijk wat ik bedoel en anders dan moet je het niet verkeerd opvatten. Yo, de kijkers van GameHard.nl, mijn naam is Wessel en welkom bij de 67e aflevering van Minecraft Survival. Jongens, er valt je misschien meteen iets op. Wessel, waar is je texture pack? Dat is een hele goede vraag. Waar is mijn texture pack? Nou, jullie weten waarschijnlijk wel dat ik, in front of our house hero, ja, dat we hier redelijk wat lag hadden. We hadden rond de 45 tot 50 fps en dat kan niet. Dat kan gewoon niet, dat is helemaal kut. Dat is kut om naar te kijken, dat is kut om aan te spelen, is gewoon niet chill. We dachten dat het door de schapen, de kippo's, de varko's en de koeio's kwam. Blijkt niks van waar te zijn. Het was gewoon een texture pack die net iets zwaarder was dan ik eigenlijk dacht. En vandaar dat we van Swag's Pure BDCraft zijn overgeschakeld naar de Faithful Texture Pack, waar de oude, de good old Minecraft shit te zien is. Dus ja, het is even wennen voor deze wereld, misschien ook voor mij. Maar het is denk ik wel beter zo, want ik heb geen zin om hier zometeen met 40 fps rond te waggelen. Oké, over de dieren gesproken. Hallo jongens. Wij hebben natuurlijk vorige aflevering dit hele dingetje. We hebben lekker zitten terraformen. Ja, we hebben hier lekker zitten terraformen. Het ziet er niet uit. Moet nog een boom hier overheen. Moet nog een beetje hier en daar wat gebeuren. Maar hey, maakt niet uit. Waar het om gaat, we hebben al deze bomen ook geplant. Die bomen hebben wij geplant, zodat wij hout hebben. Waarvoor willen we het hout gebruiken? De dieren moeten verhuizen. Heel simpel. Maar waar moeten de dieren dan naartoe verhuizen, hoor ik je denken. Nou, dat was voor mij ook even een vraag. Ik dacht eerst, ik ga ze daar achter een beetje plaatsen, bij het moeras een beetje in de buurt, een beetje weg van de stad, een beetje aan het uiteinde. Daarna dacht ik van, nou, misschien is het wel leuk als we daar even iets doen, of weet ik veel wat. Nou, eigenlijk, mijn gedachte was de hele tijd daarachter. Daar wilde ik eigenlijk de dieren neerzetten. Maar ik denk van, nee. Nee, want daar willen we gewoon andere dingetjes bouwen. Maar en toen krijg ik het idee van, we hebben daar een farm en daar hebben we de dierenfarm. Waarom plaatsen we de dierenfarm niet bij de farm? Dus waarom brengen wij de dieren niet daar naartoe? We hebben natuurlijk dat hele grote open stuk land waar we best wel wat mee kunnen doen. Doet. Wij hebben hier natuurlijk onze mooie farm en is dat stukje is kapot. Wie heeft dat gedaan? Welke mob heeft dat gedaan? Nou ja, hoe dan ook, maakt niet uit. Hier hebben we dus natuurlijk dit hele grote stuk land. En er zijn al wat piggies, er zijn al wat beestjes hier. Dus mijn idee was inderdaad om de beesten die daar staan hier naartoe te brengen. Hebben ze geen last van de stad die er zo meteen gaat komen. Hebben ze geen last van schreeuwende villagers die emeralds willen. En dan is het een win-win situatie, dacht ik. Maar dat gaan we niet nu doen. Laten wij anders eens even beginnen met sowieso wat hout te verkrijgen. En ik word bang voor deze boom. Jezus, hij is groot. Aan en we kunnen eindelijk beginnen met de aflevering. Heel veel gelul. Ik ga niet alle boompjes ook gelijk weer terugplaatsen, hoor, want ik heb niet zo ongelooflijk veel hout nodig, maar wel wat natuurlijk. Ik vind deze brug echt in één keer ontzettend lelijk. Misschien heeft het met de texture pack change te maken, maar ik denk ook wel dat er mijn smaak gewoon een beetje is verfijnd. Sugarcane's, hartstikke voor die emeralds bij de villager. Oh, alle. Ik ga hier trouwens wel een beetje wat saplings neerknallen, want het ziet er gewoon te kaal uit hier. Dat is niet mooi. Oh god, twee van die grote joekels naast elkaar. Ben je serieus? Nou, oké. Het is gewoon even tijd voor efficiëntie en weet ik veel niet wat. Gewoon handelen met die villagers, toch? Dus even gewoon die hele pleuris bende planten en profiteren. Ik dacht eigenlijk dat ik er nog iron in de... Ja, ik had iron in de furnaces. Hoppakee, kijk, level 30. Hartstikke mooi. Kunnen we weer wat doen. Even wat iron blocks maken, toch? En coal blocks natuurlijk. Dat mogen we niet vergeten. Huisje knee, hoppa. Hey, ik ga even vissen. Oh mijn god, wat kut. Bah, smerig. Wij hebben hier best wel wat bone meal. Dus laten wij dat maar eventjes gaan gebruiken. Het wordt nacht. Want dan mag wel iets kleurrijker eruit zien naast ons huisje. Dat is helemaal niet verboden. Dat mag gewoon. Sterker nog, dat moet. En moet je dan toch eens kijken hoe kleurrijk het is naast ons huisje. Nou, wat leuk. En voor ons huisje mis ik ook nog wat. Hartstikke mooi. Bone meal well spent. Je ziet misschien ook dat wij stone bricks in onze inventory hebben. En dat heeft ook een reden. Wij hebben de afgelopen afleveringen natuurlijk gemined, geëxplored. Geëxplored, gemined en geterraformd, Daro. Maar het bouwen, dat is een beetje stil komen te staan. Dus ik zou eigenlijk vandaag wel graag willen beginnen met een nieuw project. Jij hebt er misschien al een paar keer over gehoord. Maar het nieuwe project komt tegenover de blacksmith. En we gaan een
armorer maken. We gaan een soort van armor shop maken. En het gaat heel mooi worden, hoop ik. Hoe ik het precies wil gaan doen, ik heb werkelijk geen flauw benul. Ik wil de ingang niet tegenover dat maken. Dus ik denk dat ik hem ongeveer hier doe of zo. Ik doe hier de ingang gewoon. Ik ga gewoon een beetje bouwen en ik zie wel. Ik wil dat wel dezelfde breedte hebben, zeg maar, als de blacksmith. Want dan blijft het tenminste een beetje cohesive. Dan past het tenminste nog een beetje bij elkaar. Oké, het geraamte van het gebouwtje staat. Dit wil ik wel trouwens wel even dichtgooien. Want dit is, hier ga ik ongetwijfeld invallen. Moeten we niet hebben. En een armorer heeft uit mijn hoofd een blast furnace nodig, right? Volgens mij een blast furnace. Laat ik nou net niet weten hoe je dat ding maakt. En ik zie nu trouwens al dat wij het eerste ding voor de armorer gewoon voor ons neus hebben staan. Qua inrichting. Een full set golden armor. Mag er wel van zombies zijn geweest, maar boeien. Ik heb inderdaad ook weer cobblestone zitten smelten. Dus als je denkt, wat is er aan het smelten? Steen. Ja, ja. Dirt. Dat moet vast wel genoeg zijn. En wat hout. Pakken we ook meteen wat fences, stairs, slabs, signs. Ja, dat zal vast helemaal goed komen. Dikke plons en polderen. Nou, ik had 3 stacks meegenomen. Ik begin me af te vragen of dat voldoende is. Ik denk het eigenlijk net niet. Nou nee, dat is niet genoeg in ieder geval. Wel bijna. 5 tekort. Dat is jammer. Wat betreft de armorer. Ik wil een soort van ik wil een soort van counter hebben. Een soort van kassa of zo. Want ik wil er echt een winkeltje van maken. Gewoon een of andere badass villager die hier achter een toonbankje staat en zegt van, hé, jij wil netherite armor? Hier, geef me emeralds, geef ik jou netherite armor. En dan is iedereen blij. En gewoon een stoere winkel over het algemeen. Gewoon een beetje iets wat donkere kleuren. Misschien grijs of zo. Met donkergrijs als vloer. I don't know. In ieder geval, het moet er badass uitzien. Hebben wij trouwens nog meer stone bricks? Nee. Wel andesite, maar ja. Misschien kunnen we andesite wel gebruiken voor de vloer, though. Weet je, ik ga gewoon even andesite meenemen. Kijken hoe dat is. Stone. En stone. Een brico's. En nog even een stekje dirt. Dit ziet er heel raar uit. Minder raar. I don't know, maybe. Dit even dichtgooien. Dit ook even opvullen. Want ik vind dit maar gewoon. Ik vind dat er maar raar uitzien. En dan dit lege holletje ook maar even volgooien met dirt. Ik ga weer niet genoeg hebben, wel. Nou, ik heb wel genoeg. Jawel. Ziet er niet heel mooi uit. We moeten nog wat dirt hebben om er wat soepelere curves in te krijgen. Maar hey, dat komt allemaal wel goed. Hoop ik. Oké, ik heb gezegd misschien andesite als vloer. Ik weet niet of dat mooi is. Nee. Nou, ik zei gemixt met wat donkerder, hè. Oh, misschien was er niet zin om de hele fucking spul in polish te. Nee, maakt niet uit. Polished andesite, dat werkt op zich wel als vloer. Ik vind dat mooier dan normale andesite. Maar daar een donker blok naast. Ik heb even in creative gekeken en ik vind dit ik vind dit samen met deep slate er heel erg nice uitzien als vloer. Dus ik denk dat ik deep slate wil gebruiken samen met polished andesite voor de vloer. Maar ik heb nog geen deep slate, want deze wereld zit nog niet verdomd lang in 1. Nog wat, dus waar je deep slate hebt. Dus dan moeten we even zien te fixen. Hallo Mark, how you doing? Ik hoor jongen, nou, die cave zit hieronder. Oh god, waarom hoor ik ze nou zoveel in één keer? Dat weet ik niet, joh. Oké, hey schapies. Ja, jullie gaan binnenkort verhuizen. Leuk, hè? Spannend. Waar is mijn hout? Hier is mijn hout. Oké, hetzelfde als daar. Want ja, wat ik zeg, cohesion, dat vind ik toch wel even belangrijk hier. Dus we gaan dit even gewoon omhoog takelen met hout. Ja, dat is toch wel een beetje basic voor deze wijk. Laten we het gewoon even een wijk noemen. I don't know. Even gras maaien in het huis of in de armorer. Want ja, plantjes zijn leuk, maar misschien niet binnen in je huis. Tenzij ze in een plantenbakje staan. Dobby. Kijk, mooi. Oh, misschien kunnen we dat. Ja, dat is wel een leuke idee. Als we hier gewoon even een paar bloempjes doen of zo. Een beetje water, maybe. I don't know. Dat kan wel werken, toch? Ja. Hoe groot wil ik eigenlijk dat dit hele gebouw wordt? Ik zit erover te denken om hetzelfde te doen als wat we bij de blacksmith hebben gedaan. Alleen dat ziet er dan weer een beetje cheap uit, denk ik. Dus dat wil ik eigenlijk vermijden. Wacht even, ik ga even iets belangrijks doen. Oh, een momentje. Dit vind ik toch wel heel belangrijk momenteel. Hop, kloink, kloink, kloink. Hoppa, dat is een stuk beter. Dat is een stuk beter. Ik moet echt die fucking cave gaan dichtgooien. Ik moet echt die cave gaan dichtmieteren hieronder. Weet je, hebben wij een shovel bij? Nee, dat heb ik zeer zeker niet. Oké, dan gaan we gewoon even een shovel halen. En we kunnen ook even de mine in. Oei. Mine? Oei. Keuzes. Ik wilde eigenlijk even de mine in. Om misschien alvast wat cobble deep slate te gaan halen. En kijk hoe vrolijk het is. Oh my god, zo vrolijk. Oké, dan gaan we toch nog een klein avontuurtje beleven vandaag. Is dit genoeg steek? Vast wel, toch? Voor de zekerheid. Even 10 broodjes erbij. Ja, we weten natuurlijk allemaal hoe de caves eruit zien. Ik ga maar even heel veel torches maken. En met heel veel bedoel ik ook heel veel op. Maar momenteel zit deze wereld nog een 1.17. Ik ga hem de volgende aflevering upgraden naar 1.18. De aflevering daarna naar 1.19. Zodat we weer bij zijn. Dat ik hem niet heb geüpgraded, dat heeft alles te maken met de fucking FPS die we hier hadden. Maar ja, we hebben dat gefixt door middel van de texture pack, hè, te veranderen. En we hebben Fortune.
Waarom neem ik dit kool niet even mee? We hebben gewoon Fortune. Oké, ja, nee, gewoon lekker meenemen, joh. XP, ook lekker. Ja, joh, kool voor deze. Oké, dit is best wel een redelijk grote veen. Dit is best wel een redelijk grote veen, eerlijk is eerlijk. Oké, was dit het? Hoeveel kool hebben we? We hebben nu al bijna een stack, oké. Fortune is zo lekker. Nou, ik ben waarschijnlijk niet heel lang onder de grond. Dus ik ga ook gewoon, you know, ik ga alles gewoon meenemen. Oh, iron hebben. En nog meer kool. Prima, meenemen. Niet de lava invallen, dankjewel. Dat moet ik zelf trouwens ook niet doen. Weet je, ik maak hem maar even wat veiliger. Ja, prima. Ik wil de kobbel deep slate, zit ik weer kool te hakken. Lekker, jongens. Ja, nee, wat heb jij gedaan vandaag? Oh ja, nee, ik heb een beetje kool gemined. Is daar nog meer? Daar is nog meer. Ja, nee, wat ik zeg. Een beetje. Wow, precies 4 stacks, let's go. Dat vind ik fijn, dat vind ik fijn. Oh. Ja, weet je, als je me gaat zitten uitdagen, ja, dan kan je hem krijgen ook. Oh, auw, mijn leven. Doe eens niet. Auw, hey, wat, gast, dank je. En de pul. Hey, toppie. Oh, mindshift. Nee, dat is niet het doel van vandaag. Doel is, water. Doel was kobold deep slate. Niet af laten leiden. Ik ben al echt super afgeleid, maar dat maakt niet uit. Hallo, monsters? Nee, oké, cool. Hoe gaan we dit doen? Oei, dat is een goede vraag. Oké, hoe gaan we dit doen? Maar we hebben hier natuurlijk een beetje een soort van strip mine dingetje. Ik denk dat ik gewoon even naar beneden ga graven eigenlijk. Of ik ga hier even een gangetje maken. Wat ik later dan wellicht weer kan dichtgooien. Of het slim is, I don't know. We zitten nu op diepte 8. We komen diep slee, moet je dieper. We gaan dieper. We gaan gewoon lekker dieper. Oh, zie een diamond zitten. Daar ga ik heel wat lachen. Oh, maar wel bedruk. Oh, ja, kut. Moeten we dan nieuwe chunks hebben? Ga ik dit checken? Ik wil het wel weten. Anders zit ik zo meteen de hele tijd te kutten. Oh, ik ga cheaten. We hebben nieuwe chunks nodig. We hebben echt nieuwe chunks nodig. We hebben echt nieuwe chunks nodig. Dat is bovengemiddeld jammer. Oei. Ik kan niet zeggen dat ik dat waardeer. Dat kan ik zeer zeker niet. Nee. Oef. Ja, dat wordt geen kop en diep slate hier ook. Oh jee. Nou, dat is natuurlijk een nadeel. Hallo daar, vriend. Nou, ik heb de oorlog verklaard aan die beesten. Hè? Dus ze moeten gewoon even wieberen. Wieberen jij. Nou, weet je, fik jij me even. Weet je, leid maar even. Ja, jij mij ook genoeg laten sufferen. Oké, positief puntje. We hebben 4 stacks kool. Negatief puntje. We hebben geen kop en diep slate. Dus dit moet even wachten. Tenminste, niet helemaal. Maar alsnog. Een beetje. Ik ga wel alvast ruimte maken voor de vloer. Dat wel. Ik heb mezelf opgesloten. Heel fijn. Nu wil je toch zijn. Want dan verander ik deze blokjes ook even in die houten, jongens. Maar mijn oudste tent in de kist omdat ik dacht kobold deep slate te gaan halen. Hey yo. Nou, dat was dus even een partij in verkeerde inschatting. Kijk, onze profits. 28 koolbloks. Hey. 40 raw iron. Laat dat nou precies kunnen. Oké, ik zie geen ene shit meer. Want alle sugarcane is gegooid. Ja, ik heb alles langs de randjes geplant, zoals je weet. Dus even harvesten. Dan kunnen we even handelen met Henk. Henk, de legendarische man met de mendingboeken. Die brug moet anders. Gaat hem. Henk, mijn middelmatig grote vriend. Hoe is het ermee? Hallo, ja. Oh, ja. 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 Precies. Jij weet wat ik wil. En jij weet hoe we dat gaan fixen. Dat weet jij gewoon. Want jij bent zo'n slimme gozer. Dankjewel. Bedankt voor je 10 emeralds. Profits. Ik heb boeken. Weet je, ik neem de emeralds even mee. Ik heb nog 3 boekjes. Maar ik heb er nog meer nodig. Ja, Henk. Momentje. Hallo, mijn vriend. Wat zeg jij ervan als ik jou 18 emeralds en 2 boeken geef? En dat jij ze met mending... Ja, dankjewel. Dankjewel. Wat als we even boeken gaan enchanten? Riptide. Nou, weet je wat? Waarom niet? Weet je? Riptide en... Alleen Riptide. Oh, dat is wel een beetje jammer. Knockback 2. Oh. Het is weer eens een keer tijd om de farm te harvesten. Hey, ik wilde eigenlijk wegrennen voor jullie, maar jij hebt een enchanted boog. Dus ik ben geïntrigeerd. Au, hij dropt hem niet. Ah, hey, wat? Wil je dat even niet doen? Hallo? Kippen, geef me een ei. Oh. Hey, zo... Oh, zombie. Oh. Oh, ja. Kom jij eens even... Wacht, hoe de fuck ben je... Oh, nee. Jij moet hier komen. Kippen blijven. Auw, mijn leven. Oké. Nee, dit is een ideale kans. Ik had hier geen rekening mee gehouden. Maar we hebben een boy. En die gaan we naar de kooi lokken. Dat klinkt heel, heel fout. Maar je weet waarschijnlijk wat ik bedoel. En anders dan moet je het niet verkeerd opvatten. Oké, het is redelijk veilig ook nog. Daar hebben we een kooi. Daar zit niemand in. Het is enigszins veilig hier. Kom maar door. Ik weet jouw naam nog niet. Maar dat maakt me gereed uit. Kom maar. Kom, ik weet dat je het wil. Kom. Oh, dat wil ik niet. Oh. Ah, paniek. Sorry, dat was volledige paniek. Wat? 2 fucking vol. Oké. Wat is er zojuist gebeurd? We hebben een... Auw, mijn leven. Auw, water.
Kut. Leuk. We hebben een nieuwe. Wauw. Wij hebben letterlijk een nieuwe boy. Jongens, jullie weten wat jullie moeten doen. Drop een naam voor onze nieuwe boy. Dat wordt wel de farmer, dus denk daarover na. Hij heeft ook een item vast. Dat betekent dat hij niet kan despawnen. Kom jij eens van het dak af. Precies wat ik wilde. Dankjewel, Ski. Holy shit. Maar hallo. How you doing? Nu ik het toch ben. Beter. Hop. En ja. Kijk, ja, mooi. Dit moet wel anders. Ik weet nog niet hoe ik dit ga doen, maar dit moet wel anders. Tijd om even terug te gaan naar de farm, want ik was nog niet klaar. Maar nu we 3 villages hebben, moet ik even kijken hoe ik een village breeder kan maken. Want dat is natuurlijk een stuk makkelijker dan telkens zombies curen. Worteltjes, kom maar door. Oké, ik doe helemaal niks met redstone eigenlijk, hè. Omdat ik gewoon niet weet hoe de fuck het werkt. Ik kan niks met redstone, ik ben niet creatief met dat soort spul. Ik snap er geen reet van. Maar als ik zie hoeveel tijd dit in beslag neemt om dit allemaal te harvesten en weer terug te planten, dan is een automated systeem niet een bepaald overbodige luxe. Want het is namelijk alweer bijna nacht. En de opbrengst is zeker niet mis. Waar ga ik dit laten, gek? Want dit gaat heel vervelend worden. Oh, het spijt me. Nu al. Vertrouw me, er komt binnenkort een kistenruimte. Ik zweer het je. En bij die belofte ga ik het laten voor vandaag, jongens en meisjes. Ik wil jullie zoals altijd heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Minecraft Survival. Volgende aflevering gaan wij Deep Slate fixen. Want ik heb een oplossing gevonden. En dat is natuurlijk heel erg lekker. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik denk ook dat we de brug even gaan upgraden. Slagerie, vampen, even weg met de poep, want het is poep, ja. Oké, hey jongens, voor mij zit er niks anders op dan te zeggen wat ik altijd zeg. En dat is natuurlijk bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en bedankt voor het abonneren. En hopelijk zie ik jou weer terug bij een nieuwe video hier op GameRTNL. Jongens, later!